Brindley Koewas, Curaçao, twee interlands. Hoe is het bevallen? Top, twee winst en twee grote winst. Dus ja, goed gevoel zeker. 10-0 en 5-0. Is het dan nog leuk? Het is altijd leuk om te voetballen. Dus ik vind het altijd hartstikke leuk. Ja. Als je zo wint is het extra leuk denk ik toch? Ben je goed opgevangen in Curaçao door de bondscoach en ken jij de andere spelers? Ja, tuurlijk. Ik ken veel spelers waar je tegen hebt gespeeld en ik ben goed opgevangen. Goed gevoel, dus een heerlijk gevoel, ja. Goed, Christophe Patterson, het was voor jou de eerste keer. Hoe was het? Ja, het was leuk. Goeie ervaring voor mij. Niet de beste wedstrijd voor mij, maar als ik zeg, was een goede ervaring. Je was er de eerste wedstrijd niet bij en de tweede wedstrijd had je toch je invalbeurt. Ja, maar 10 minuten spelen en ik maakte een kleine fout. Zo was Slovakia kon scoren. Hij was niet de debuut als gewenst. Maar het is een goede ervaring. En als winterstop komt, dan denk ik dat ik ben trots op dat mijn debuut maakt. Ben jij goed opgevangen in de groep en hoop jij op een volgende keer uitnodiging? De groep was echt fantastisch. Ik ken veel jongens voor deze keer. Maar ik hoop zeker voor dat ik kan de volgende keer spelen met de selectie van Zweden. Maar mijn focus is hier nu en ik weet ik moet presteren hier voor een kans in de selectie van Zweden. Zijn jullie trots op het feit dat je international bent? Tuurlijk ben je trots. Het is iets waar je voor droomt, waar je droomt over. En als het uitkomt en je speelt, ja, dan ben je natuurlijk hartstikke blij. Maar vooral ik als persoon kijk nu naar Christopher en ik zie gewoon dat hij voor het Zweedse nationale team kan uitkomen. Dat vind ik hartstikke mooi en ik vind ook dat hij dit echt heeft verdiend. Nou, dat hij heeft laten zien en ik hoop dat hij zo doorgaat, want dit is pas het begin voor hem en hij kan heel veel meer. Is het niet bijzonder voor een club als Heracles dat ze 3 internationals hebben? Ja, tuurlijk. Maar dat laat ook zien dat je als team heel goed presteert. En dat je kwaliteiten naar boven kunnen komen. En dat je dan voor je land kan uitkomen. Ja. Jongens, ik wens jullie heel veel succes in jullie beide interlandcarrière. Dank je wel. Dank je wel.